Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van Weerplaza. Na een paar zeer fraaie dagen, vooral in het midden en zuiden van het land, kijken we vandaag tegen meer bewolking aan. De satellietfoto laat dat ook duidelijk zien. Maar toch, in het midden en zuiden is de bewolking wel vrij dun, dus daar schijnt vanochtend nog geregeld de zon. In het noorden komt de zon er nauwelijks doorheen. Het is niet koud, de temperatuur ligt tussen 8 en 10 graden. Vanmiddag kan het. Met een zwak zonnetje 16 naar 17 graden worden in de zuidelijke helft van het land. In het noorden blijft de temperatuur wat achter, 11 tot 13 graden. Het blijft overal droog en er staat iets meer wind dan de afgelopen dagen. Uit het noorden tot noordwesten matig, windkracht 3 tot 4. Vanavond daalt het kwik weer naar 5 tot 8 graden. Morgen kijken we tegen wolkenvelden aan. Daaruit kan een enkel druppeltje regen vallen. En vooral in de middag wordt het dan droog en breekt weer van tijd tot tijd de zon door. De noordelijke wind brengt koelere lucht, het wordt 8 tot 10 graden. Zondag keert de zon weer terug, loopt de temperatuur op naar 9 tot 11 graden. En als de wind nog wat verder afneemt, wordt het nog zachter. Maandag ook 9 tot 11 graden en dinsdag 10 tot 13 graden. Daarbij blijft het de komende dagen droog en is de zon elke dag van de partij. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.